Kelly van Otterwesterlaken en ik ben hier bij Hazy Yachts in Os, waar ze prachtige jachten bouwen. Vandaag mag ik een dagje meelopen met Bas van Uden. Bas werkt op projectbasis hier bij Hazy. Ze zijn net begonnen aan een mooi nieuw project en het lijkt me een mooi moment dat Bas mij eens kan laten zien aan welke onderdelen dat hij gewerkt heeft. Hoi Bas, jij bent een van de technici die het maken in Nederland. Allereerst bedankt dat je mij een blik geeft op jouw werkzaamheden. Ja, ik vind het leuk dat je er bent. Ik wil je graag meenemen voor een rondleiding door Hazy Yachts. Ja, leuk. Momenteel werk ik aan dit jacht. Het jacht wordt dadelijk 65 meter lang. En dan wordt het eerste schip dat zo lang wordt gebouwd hier. Het is een leuk project. Mooi project, heel specialistisch ook. Bas wordt daarin begeleid door een mentor. Otterwesterlaken maakt gebruik van mentorteams. Dat zijn uittredende technici, gepensioneerden, oud-werknemers. En zij willen bijdragen aan de overdracht van kennis en ontwikkeling in Nederland. Een van deze mentoren is Henk Maillet. Henk staat hier naast me. Hoi Henk, vertel eens, waarom ben je mentor geworden voor Otterwesterlaken? Vooral om de kennis die we opgedaan hebben, om die over te dragen aan de jongere generatie technische mensen. Om die vakken erin te houden en te promoten, om die, zeg maar, dat die niet uitsterven voor de toekomst. Op dit gebied heb ik hele goede ervaringen met Otterwesterlaken. Leuk dat Bas en Henk me hebben mee laten kijken in hun werk. Dit is slechts één voorbeeld van technici die het maken in Nederland. Otterwesterlaken investeert in de Nederlandse maakindustrie. Dat is één van de redenen dat Otterwesterlaken de meest toonaangevende organisatie is in de wereld van uitzending en detachering met als specialisatie technisch personeel. Technici die het maken, we zijn er trots op.